Hey, what's up? Pekabob hier en Minecraft 1.1 is zojuist uitgekomen, dus ik dacht ik doe even een korte update video. Ten eerste staat er een scheduled maintenance. Wordt gehouden op vrijdag 13 januari. Dus morgen. Tussen 8 en 12 ochtends. Zo kun je waarschijnlijk niet inloggen dan, want er staat login will be affected. Maar ik denk niet dat er veel mensen inloggen rond die tijd. Oké, dus we gaan verder naar Minecraft 1.1. Er zijn een paar nieuwe updates, zoals bow enchantments. Kortom, je kan je bow nu enchanten met een enchantment table. Nieuwe language translations. Zal ik zo even in de game laten zien. Sheep eat grass and regain their wool. Added spawn eggs to creative. The colors of the eggs even look like the mobs. Dus je kan mobs spawnen in creative, zoals een creeper of skeleton of wat dan ook. Added world type options, currently only super flat and default. Zal ik ook zo laten zien in de game. Golden apple recipe. Slightly smoothed color transitions between biomes. Dus misschien kun je nu wat meer verschillen ontdekken ofzo tussen de kleur. Maar ja, slightly dus, zal niet heel erg opvallen. Reduce brewing time to 20 seconds. Dus als je een potion maakt, duurt het nu waarschijnlijk wat minder lang. Ja, die maak ik niet zo vaak, maar goed, voor als ik ze een keer maak. Remove collision box from ladders. Volgens mij houdt het in dat je nu niet meer op de ladder kan staan. Maar dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. En bugfixing. Zoals gewoonlijk. Dus laten we nu eens een kijkje nemen in de game. Oké, eerst even naar options, language. Je ziet er zijn heel veel talen. Nederlands staat natuurlijk onderaan bij de N. Hier, vertalingen zijn mogelijk niet 100% nauwkeurig. Gereed, kijk, nu heb je zeg maar in het Nederlands. Wolken, loopbeweging, prestaties, weergavebereik, graphics, enzovoort, enzovoort. Besturing. Ik weet niet of dit al eerder was. Zo niet, dan is het ook nieuw. Maar het kan ook zijn dat ik het nooit heb opgemerkt. maar ik denk dat ik gewoon op Engels blijf spelen. Engels, UK, done. Done. Oké, nu even kijken naar de worlds. The create new world. Game mode, survival, hardcore, creative. Dus als je survival doet. New world, more world options, world type, default en super flat. Dus default is gewoon normaal, dat er bergen komen en van alles. Gewoon niet flat, zeg maar. Bergen, weet ik veel wat er allemaal komt. Gewoon zoals je normaal zou spelen. Generate structures is er nog. Maar als je super flat doet, dan krijg je dit effect. Come up. Zo. Daar is dus je super flat world. Ja. Zoals het al zegt, super flat, super plat. Geen berg of wat dan ook. Dus ja, dat is eigenlijk de ideale wereld om te gaan bouwen. Dus als jij van bouwen houdt en je wilt niet telkens de grond gaan uithakken ofzo om een platte grond te krijgen waarop je je huis kan bouwen, dan is dit wel wat voor jou, denk ik. Dat was het denk ik wel. Rage. Jezus, hoeveel hitpoints heb je? Oh, hij is dood. Ja, die staat in de weg. Ja, ik denk dat dat wel eens een beetje is. Dus bedankt voor het kijken en veel plezier met 1.1 uitproberen. Subscribe, thumbs up, laat een reactie achter en tot de volgende video. Hoi.